wat overgebleven was van de jeugd en wat overgebleven is van ouderen, gewoon door te gaan zonder buitenlanden, zonder wat inbreng en gewoon eigenlijk door het wanbeleid van de jaren ervoor gewoon het opstoppen en dan vanaf nu gaan we wat beginnen over aankomend seizoen, gaan we wat verbeteren en meer ijstijd en al die dingen, maar we moeten eerst een jaar aankijken. Maar hoe ga je dan deze wedstrijd in? Is het dan wat we oefenen, wat het trainen, wat het Het is voor mijn jonge jongens een leerproces. Die hebben gewoon 2 jaar geen ijsleiding gespeeld wegens corona. Ik heb ze verplicht in de eerste en de tweede team laten spelen. Dit jaar 40 wedstrijden gespeeld. Het is veel te veel voor hun. Die zijn nu langzaam maar zeker moe aan het eind van het seizoen. En het wordt lastig. Fysiek wordt het lastig. Maar ik heb geen medelijden met ze. Nee. Ze moeten meters maken. En ik heb nu helemaal niks aan. Nul. Hoop ik in de jaren te komen wel wat aan. Ja. Jij hebt natuurlijk heel veel ervaring in de jaren 80, 90, zei je net. Heb je ontzettend veel gespeeld. Heb je zo'n situatie eerder meegemaakt? Oh ja, wel. Ik bedoel, ik heb van alles meegemaakt. Ik heb ook in het buitenland gecoacht, van alles meegemaakt. Dus, ik lig niet wakker van de situatie die erin zit. Ik moet gewoon mee werken wat ik heb. En meestal, joh, iedereen geeft van, oh ja, dan halen we gewoon 4 buitenlanders, betalen we en we zitten bovenin. Maar dan heb ik gewoon gezegd, nee, dat doen we niet. We moeten gewoon onderaan werken. En ja, met de uitdrukking in Engels. Ik zeg altijd, hit rock bottom, there's no better foundation than that. Oké. Okay. Jarek, graag. Jij bent een van de teambegeleiders van de OGC Capitals. Hoe kijk jij naar de situatie? Nou, voor ons is het gewoon een wedstrijd van Wilhelmina op weg naar de playoffs. Ja. Elke wedstrijd is er één. Ik denk dat we steeds nog meer in het seizoen groeien en compact gaan spelen. En daar zijn dit uitgewezen wedstrijden voor. Je moet gewoon ook op je hoede blijven, zeker als het team is Nijmegen. Je kan gewoon verrassen. Ja. Vaak door je eigen fouten. Ja. Daar kan je toch in problemen komen. Dat willen we voorkomen, dus we gaan er vol in. En, niet onderschatten. Zeker nooit. Nee. Hoe kijken jullie naar elkaar als teams? Nou ja, ik bedoel, er zijn in mij over 5 teams redelijk over de rest uitsteken dit jaar. En eindelijk tot nu toe weinig in te brengen. Voor mij, het is gewoon een leerproces. Hoe kijk je naar Leeuwarden dan? Nou, het is een van de betere teams. Groningen en Amsterdam, Tilburg, Eindhoven, ja, die maken meer de dienst uit. Ja. Dus, en hoe kijkt Leeuwarden naar Nijmegen dan, op ijshockey niveau? Nou ja, ik zie Nijmegen altijd als een hele lastige ploeg. Je ziet het vorige keer al in de uitwedstrijd, zie je het ook. Dan maken we het onszelf heel erg lastig. En met name omdat we veel straffen vallen, dan wordt het gewoon een hele gelijkwaardige wedstrijd. En dan kan hij nog best eens kantelen. Nou, het geluk dat hij in de derde periode weer onze kant op valt. Ja. Maar je moet gewoon altijd op toeren zijn. Ik wil blijf uit de bank en zorg ervoor dat je blijft spelen. Ja. En we moeten gewoon ons eigen spel blijven spelen. Want, hoeveel mensen mis je vandaag in je team? 4. En dat betekent hoeveel lijnen kun je spelen? 3. Ik heb 3 lijnen en 5 verdedigers. Ik heb 14 schaatsers. Oké, okay. En jij? We hebben 4 lijnen op dit moment, 17. Ja. Ja. Gaat dat een verschil maken? Normaal gesproken wel, ja. Ja, hè? Ja. Hey, en jullie OGC Capitals nummer 5, het staat heel veel bij elkaar in de top. Ja, het zit echt op een paar punten inderdaad bij elkaar. Nou, je ziet vorige week de wedstrijd, ik weet niet of je het daar gevonden bent geweest, ook tegen Eindhoven. Ja. Mooi volle bak, zie je dat je de winst eruit kan slepen. Ik denk dat zeker in de top 5, 6, dat iedereen van iedereen kan winnen. Het is net hoe het kwartje valt. Ja. Voor de mensen thuis, Groningen volgende week, dat was een hele zware. Uitverkocht. Uitverkocht, ja. Ja, mooi. Dus we hebben een mooie winst voor thuis ook hier. Ja, ja. Hoeveel Leeuwarden kunnen er dan mee? Er zijn ook genoeg mensen die natuurlijk een kaartje online gekocht hebben vanuit Leeuwarden. En het wordt gewoon een gekke huis. Mooie wedstrijd, denk ik. Ja. Hey Benny, en jullie de rest van het seizoen, hoe ziet dat eruit? Kijk, volgende weekend hebben wij 2 wedstrijden en een weekend erop hebben we ook 2 en dan hebben wij een weekend niet en dan één wedstrijd, we hebben nog 5 wedstrijden ook naar dit weekend. En dan ben je klaar? Ja, dan hebben ze sprake van zo'n na-competitie van de team te onder, ik weet niet of dat doorgaat of niet, maar ja, uiteindelijk moet het wel, maar anders zitten we met ijstijden. Ik wil eigenlijk onze ijstijd houden, maar dit is de stad, als je het teruggeeft, dan ben je kwijt, dus uiteindelijk kan je met 2 wedstrijden gaan spelen. Ja. Maar en resumeren, ben je nu vanavond al een beetje met opbouw van het seizoen bezig? Ik ben vanaf afgelopen week ben gewoon mijn volgend jaar bezig. Okay. Hey Dave, dankjewel. Veel plezier vooral. En Jarlon, bedankt. Succes vanavond. Goed beste. We zien elkaar. En leuk dat jullie er even bij waren. Oké. Ja. We waren Jarlon en Danny van Nijmegen en OGC Capitals. We gaan kijken naar de wedstrijd. Het is Ruben Vellinga die alles regisseert, opneemt en uitzendt. Dus we hopen dat jullie een fantastische wedstrijd zien. En wat mij betreft graag tot na de wedstrijd en dan gaan we interviews maken. Dankjewel. Ja, hij steekt.
Oké, okay. Jonas, big smile. Huh? Yeah. Yeah. What kind of a match was it for you? Ah, it was a good win today. It was not the best team we play against, but it was good 3 points. It was really important for us. Yeah. 3 goals? Yeah, I got, yeah, it's good. That's it? Yeah. Yeah. How is the playing by the OG Capitals? It's good. We have good atmosphere and we have good process going on here, so everything's fine. And the level of the competition? Yeah, it's good. I like it. Yeah. No problem on that. And now, next week? Next week it's against Groningen, yeah, so it's going to be a really important game for us. Yeah. It's a full house? Yeah, I heard about it, yeah, okay. It's really nice to play. Hey, a lot of people are looking at this stream in Finland. Thanks to you? Yeah, they have, yeah, they text me every time after the games. Okay. And you can tell them something, you can greet them. Kiitos, kun katsoit peliä. Hyvä voitto. What do you say? I just said thanks for the watching the our game and it's a good news. Okay, thank you very much. Thank you. People, ik ga naar het Nederlanders beter. Je bent een beetje beschadigd. Ja, ja. Kijk in de camera. Ja, ik heb een klein tikje gehad. Ja, niks eraf. Wat voor wedstrijd was dit? Ja, rommelig. Ja, ik was de eerste periode. Ja, eerste periode, we houden allemaal niet. Oh, oh, oh. Eerste periode, we houden allemaal niet. En we hebben goede toespraak gekregen in de kleedkamer. Dat er wel een hoop iets veranderen en daar de eindstand vier minuten. 4 minuten, eerste goal, gaat ja. Pas 4 seconden voor de einde van de eerste periode, de tweede goal. Ja, dat had anders gemoeten, maar... Erg rommelig. Ja, inderdaad. De lange inderdaad. Paas kwam niet aan. Nee. Paas door de rust niet aan. Ja, niet goed het vak uitkomen, niet 100.000 kansen niet afmaken. Nee. Het is jammer. Tweede periode, jullie krijgen een straf mee. 5 minuten straf, zeg. Ja, ja. Die nacht 5 goals. Ja, toen ging de knop om, gelukkig. Ja, die hadden we wel nodig. Ja. We hebben veel op getraind op de powerplay en dat was gelukkig te zien. En de laatste periode, die laatste goal van de Jonas was fantastisch, ja. Hè? Ja, dat was echt prachtig. Ja, die jongen kan wel hokje. Ja. Die kan je er wel bij hebben. Ja, wel van? Ja, absoluut. Absoluut. Hoe gaat het dan in de communicatie? Hij staat ook, die jongens staan niet boven jullie? Nee, we doen alles, iedereen, het is één team natuurlijk, één team, één taak. En op de training kan je onwijs veel van die jongen leren. Het tempo gaat met sprongen omhoog. En ik kijk ook heel graag naar jullie als team. Jullie zijn ook een vriendengroep. Ja, dat zeker. Dat is ook een ding in ons team dat het wel iedereen moet goed bij elkaar passen. Ja. En de vriendschap moet hoog blijven. Ja. Volgende week Groningen. Ja, Groningen is altijd leuk. Altijd leuk. Altijd lastig? Ja, dat wel. Dat wel. Ja, Groningen heeft ook gewoon een erg goed team. Ja. Maar ik denk. Niet zoals vanavond, maar bijvoorbeeld tegen Eindhoven de laatste wedstrijd hebben wij toch wat neergezet. Ik denk dat we dat vol moeten houden. Ja, want verschil is 4 punten volgens mij met Pro. Ja, daar kun je bij komen. Dat is mogelijk, alles is mogelijk. Ja. Hey, en dat is best doen. Biertje doen? Ja, één biertje. Ja, één biertje. Nu met maar 2. Heb je verdiend. Dankjewel. Hey, Tigo, hartstikke bedankt dat je even bij ons kon staan. We proberen vaker een stream te maken en hoor je dat even meewerken. Top, geen dank. Hey, ga je goed? Geen dank. Dit is de stream voor vanavond. Leeuwarden, Fuji Capitals Leeuwarden tegen Nijmegen. Ja, een geforteerde eindstand. Mijn naam is Jan Bakker. Ruben Vellingen deed de techniek en de opnames. We hopen jullie het volgende keer weer te zien. Dankjewel. Dankjewel. Kom hier. Ik wil een handtekening doen.